Hooligans kennen geen grenzen. Letterlijk niet, want wedstrijden van de Zuid-Limburgse profclubs worden regelmatig bezocht door bevriende hooligans uit beide buurlanden. Bevriende supporters noem ik natuurlijk altijd. Genk, Aken, Liège, dat zijn clubs die met elkaar in verband zijn, ook met Roda en met Fortuna. Ja, dan komen allerlei dingen erbij, waarbij afrekeningen nog aan de orde komen. Bij Brugge, anderhalf jaar geleden, hebben we dat meegemaakt. Daarom willen Som en zijn collega-burgemeesters een grensoverschrijdend stadionverbod. Het moet buitenlandse hooligans ook buiten de poort houden, zodat er minder politie-inzet nodig is. Maar het zou eigenlijk heel simpel moeten zijn. Op het moment dat ik me misdragen heb, dan moet je voelen dat zoiets niet kan. En die mensen moet je straffen. En daar moet je een soort methode voor vinden die we ook nationaal gebruiken per 1 januari 2016. Dat is een kwestie van overleg. Ja, dus iemand die bijvoorbeeld in Brugge in de fout gaat, die mag ook niet meer hier het stadion in? Die zou zich, wanneer Brugge moet spelen of elders, die zou zich moeten melden in Brugge. Maar heb ik al gezegd, dat is een weg van lange adem, maar daar zou het wel naartoe moeten. Het grensoverschrijdende plan wordt in mei besproken met de KNVB, de voetbalclubs, politie en justitie.